Yo, best kijkers van Mytopia Plays, vandaag weer een gloednieuwe video. Vandaag niet zomaar een video, nee mensen. Vandaag heb ik iets heel erg uniek tegengekomen in deze riool. En niet zomaar iets mensen, ik heb een oud metrostation gevonden. Wat omgetoverd is tot iets heel raars mensen, dat ga ik jullie vandaag laten zien. Als jullie daar zin in hebben, like dan even binnen 3 seconden voor meer geluk in jullie leven. Dus even liken, 3, 2, 1. Hopelijk heb je geliked en geabonneerd, want dan hebben jullie meer geluk in jullie leven. Ik zeg... Ja mensen, hier zijn we dan op de zee bij dat mega schip. En ik was op dat schip een beetje aan het kijken. Super vet, misschien dat ik daar ook ooit nog een video over maak. Maar ik was aan het kijken op dat schip en ik was er afgesprongen. Ik had er keiveel zin om eraf te springen. Maar ik vond hier nergens iets om naar boven te gaan. Maar toen kwam ik dit tegen. Ik kwam opeens een riool tegen. En ja mensen, een riool. Iedereen weet dat er in Mytopia riolen zijn. Maar niemand weet wat ik heb tegengekomen. Allee, de meeste mensen zullen het niet weten. Dus dat gaan we nu bekijken mensen. Ik zal er even naartoe lopen. Ik heb namelijk een oud metrostation gevonden. Ik was hier toevallig aan het lopen. En toen kwam ik een agent tegen. Toen liep ik terug. En toen zag ik opeens daar een gat. En ja, dat gat ga ik jullie nu laten zien, mensen. Mensen, als we dit zien, hier, hè, overal, ja, er is nergens een diep gat. Maar hier zag ik opeens een gat. Ik denk, huh? En toen zag ik deze ladder, mensen. En daar gaan we vandaag in, want daar is iets heel speciaal, mensen. Oké, mensen, dan is het tijd. We gaan er nu echt in. Hup, naar beneden. Dan gaan we ons zo draaien. En dan ja, is hier deze, ja, de plek, mensen. Ja mensen, jullie zien misschien, het is een beetje soort van ingestort, maar het is een beetje verstevigd, gelukkig maar. Maar ja, als we dan ingaan mensen, zien we hier een heel oud metro of ja, busstation, of ik weet het niet. Geen busstation, een metro of treinstation, ik weet echt niet wat onder de grond gaat. En dat is wel heel erg vet mensen, we gaan even kijken. Bali 2, we hebben hier Bali's, we hebben hier ja, nog een Bali, super vet. Oké, wow. Mensen, dit is een plot. We gaan even plot info doen. Dit wist ik eigenlijk niet. Dat had ik nog niet gezien. Martijn DDG en Empyria. Oh, wauw. Ja, natuurlijk. Het is volgens mij gewoon een Greco-plot, mensen. Ja, ik wist niet dat het van hun was. Anders konden we het via binnen echt bekijken. Als we even een van hun vroegen. Wauw. Ja, mensen, jullie zien het. Het is nog veel groter dan ik dacht. Maar ik heb nog niet alles bekeken, want ik zie ook dat je hier verder kan. We gaan even kijken. Ja, we hebben hier allemaal grotten en zo. En ja, een hele vette... Ja, heel vet plafond en zo. En dit is echt zo'n oud dingetje. Zo'n oud dingetje waar je mee kan rijden. Oh my god, mensen. Ik had echt niet verwacht dat ik dit even zou tegenkomen. Ik dacht, ja, kom, laat ik dit even opnemen. Laat ik dit even zien aan de mensen. Even kijken, daar allemaal. Het is wel allemaal hier een beetje ingestort, precies. Allee, alle half. Ja, deze eindgang is helemaal ingestort. En oh, wauw, kan je daar naar boven? Nee. Oh, mensen. Dit is niet alles. Ik zie hier ook nog iets. En ik meen het jullie. Dit had ik nog niet gezien. We gaan er zo meteen naar in. Maar eerst wil ik jullie even vragen om allemaal eventjes op mijn hoofdkanaal JVV Idea te abonneren. Want daar komt heel vaak Mytopia en ook andere dingen zoals Mytopia. Dus ga zeker even samen abonneren. Link staat in de beschrijving. En nu gaan we naar binnen mensen. En je ziet hier bloedsporen. Oei, 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 oei mensen. Oh my god mensen. Het is een soort van cel of zo. Met een bed, een chest. Ja, is dit allemaal plot dan? Plotinfo. Ah, dit is geen plot. Maar wauw mensen, ik had niet verwacht dat ik dit hier zou tegenkomen. En je hebt hier, ja, van die... Deze slingers. Oh, ik krijg damage. Oei, oei. Ja, je hebt hier echt van alles. En dat is ja, super vet dat we dit echt zijn tegengekomen, mensen. Maar wie weet, kunnen we nog iets anders tegenkomen? We gaan even er terug uit. Ja, dit is natuurlijk het einde. Maar we zagen dat we daar ook nog door konden. En we gaan even kijken. Dan zien mensen gewoon een oud metrostation. En dit zijn de fake. Dat is niet goed, mensen. Dat is niet goed. Oké. Okay. Kom, mensen. We gaan eens kijken, mensen. We gaan eens kijken hier. Wie weet komen we hier nog iets tegen. Even goed kijken op de muur, want dat hebben we daar net ook gezien dat we ergens in konden. En ja, wie weet dat we terug ergens in kunnen. Oh, hier is niet afgesloten. Oh my god, mensen. Je zit helemaal door de stad. Wie weet vinden we nog zo'n ding, mensen. Kom, we gaan dit even rondlopen. Wie weet vinden we nog iets. Dat zou super vet zijn, mensen. Ik hoop echt dat we nog iets tegenkomen. Wauw, ik wist echt niet dat dit er was. Ik heb er ook nog nooit van gelezen of zo. En wie weet, is dit echt een geheim plot of zo van Martijn DDG? Oh my god, mensen, nee. Dit is het. Dit metrostation. Amai, dit metrostation wordt nog gebruikt. Mensen, dit wist ik niet. Ik wist niet eens dat Cosmopolitan een metrostation had. Of is dit. Hè? Oké. Okay. Heel raar. Is dit Natanta misschien? Oh, dit. Wauw. Wacht eens, ligt dit niet
boven mijn plot. Wacht, mensen gaan even kijken. Ligt dit niet onder mijn plot? Ik ga even kijken. Het kan zijn dat mijn plot hier echt heel dichtbij is. Want dit metrostation wordt nog gebruikt, wat ook logisch is. En even kijken. Oh nee, wauw, we zijn helemaal hier. Mensen, ik wist dit echt niet. We zijn hier van alles tegengekomen, mensen. En ja, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden om het een beetje te zien. Iedereen kan dit bezichtigen. Ik laat zo meteen even de coördinaten zien, zodat andere spelers dit ook kunnen komen bekijken. Oh, hallo. Je mag mij niet bestrappen. Ik denk dat we terug naar hier moeten dan, mensen. Gaan we even doen. We lopen even terug naar hier en even kijken of dit de juiste gang was. Ik denk het wel. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. We zullen het wel zien. We lopen hier even een paar keer rechtdoor en we zullen zien wat we tegenkomen. Nee, ik denk dat dit de foute kant is. Volgens mij moesten we de andere kant op. Ja, kom, ik loop nog gewoon even door. Wie weet dat we het toch nog tegenkomen. Nee, volgens mij gaan we het niet meer tegenkomen. Maar wie weet vinden we nog wel iets anders. Hier een deur of zo. Wauw. Wat zou hier zijn? Plot info. Melisser. Duffy. Jetsi. Oh, wauw. Mensen, ik weet niet waar ik ben. Maar ik wist niet dat Duffy een plot hier had. Ja mensen, dan zijn we hier aan het lopen en ik vind opeens nog iets, mensen. Cosmo Quest 17, wat zou dit zijn? Een hondpoot, wauw. Wat, dit is precies een dinopoot of wat? Mensen, we komen hier van alles tegen hier. Mensen, je moet Cosmopolitan goed kennen als je dit wou weten, mensen. Wauw. Kom, we gaan nog gewoon rondlopen, wie weet vinden we nog wat dinges. Want het zit hier allemaal verstopt met geheime dinges. En ja, die gaan we allemaal checken vandaag. Mensen, na het helemaal rond hebben gelopen, hebben we het teruggevonden. We hebben alles rondgelopen, dus normaal gezien hebben we niks gemist. Wie weet wel. Dan moet jullie zelf even ontdekken als je naar hier wilde komen. Mensen, het is super vet dat ik dit ben tegengekomen. Het was misschien een niet super lange video of zo, maar ja, we hebben wel iets ontdekt en dat is wel super vet. Ja, mensen, dit plot is gewoon van Martijn DDG. Wie weet moet je Martijn DDG even stalken, wie weet mag je daar niet binnenkijken. Kappa 1, 2, 3. Ja mensen, de coördinaten zijn -883 en -700. Kom hier zeker naartoe, de hoogte is 31. Dus kom zeker eens kijken als je dat zelf wilt natuurlijk. En ja, ik vind het super vet dat ik dit ben tegengekomen. Maar ja mensen, hopelijk vonden jullie deze video een beetje leuk. Ik vond het super leuk om te maken. En hopelijk gaan jullie ook eventjes allemaal abonneren op mijn kanaal, mijn hoofdkanaal, GVVID. Dit is mijn tweede kanaal waar ik met meerdere mensen doe. Dus ook op dit kanaal natuurlijk even abonneren voor heel veel Mindtopia. Maar op JVVID maak ik ook heel veel Mindtopia. Ga dat zeker even voor abonneren. Daar maak ik ook Plannercraft en andere video's, tierlist tegenwoordig ook soms. Dus ga het zeker allemaal bekijken. En dan zie ik jullie later terug. Bye bye!